Hand op je hart. Andere hart. Oh, je hebt niet eens een hart. Hoi, ik ben Martijn. En ik ben Michael. En welkom bij deze nieuwe aflevering van Manjuice. De Eurovision Special. En in deze Manjuice gaan we jullie meenemen op een reis door allerlei verschillende nummers van het Eurovisie Songfestival over de jaren. Dus we gaan terug in de tijd. We gaan kijken wat er nog gaat komen aankomend jaar. Ja, we laten je alles zien van de meest hysterische tot de meest heftige tot de meest hete performances. En ook de optredens die ons zijn bijgebleven van alle jaren waarin wij het hebben gezien. Er zijn natuurlijk nog heel veel jaren dat we het niet hebben gekeken, want we zijn natuurlijk nog piepjong. Maar goed, ook gaan we terug in de tijd om te kijken wat er vroeger allemaal is. Ja, en dit jaar, hè? En dit jaar wat er gaat komen. Dus we hebben nog niks gezien, dus we gaan onze ongezouten mening gaan ommaken. Ken jij het volkslied? Ja, ken ik. Ja? Ja, nee, sowieso. We gaan beginnen met het volkslied. Hand op je hart. Andere hart. Oh, je hebt niet eens een hart. Nou, dit vind ik wel een mooi moment om hem open te knallen. Are you scared? Ja. Jij komt hier aan. Nou, we zijn in elk geval begonnen! Nou, het is natuurlijk. Wat was het ook alweer? Ja, het is de Olympische Spelen van de Gays. Olympische Spelen van de Gays. Nou, ching-ching. Hij klinkt helemaal niet mooi. Nee, plastic. Dat zijn Albert Heijnglazen. Wat wil je? Maar het Songfestival. Het Songfestival. Het komt er weer aan. Het komt er aan en ik kan niet wachten. Nou, ik zit op hete kolen, want we moesten een extra jaar wachten. Nou, vorig jaar was het toen helemaal nergens op met zo'n online show. Nederland had eindelijk een keer gewonnen. En wat gebeurt er? We kunnen niks. En wat doen we dan? Een online show. Ik vond er ook geen zak aan. Ik heb het ook afgezet volgens mij. Ik heb ook niet meer naar gekeken. Het is weer terug. We are back on track, bitches. Back again. Oh. Wat is nou echt het meest iconische nummer voor jou van het Songfestival? Nou, leuk dat je het vraagt. Nou, mijn favoriete nummer, dat komt uit 2007. Toen was ik 2. En het is het nummer uit Oekraïne. En ik heb deze vrouw een keer ontmoet op Gran Canaria tijdens Rot de Gay Pride. Ja. Dus ik helemaal huppelend in een jog daar door die Jumbo. En wat kom ik tegen? Een vrouw met een enorme ster op de bek. Echt zo'n zilveren glitterster. Zo. En je zag echt die ster zo door de mensen heen. Ja. Dus ik zag het meteen. En toen was zij het, mevrouw Verka Sedushka. Daar gaan we nu naar kijken. Daar gaan we nu naar kijken. 2007, Oekraïne. Oh, zet hem maar aan. En het is een hit, mensen. Hello everybody, my name is... Oh, Vera Verduska, Zerduska. 1, 2. Jezus man, ik heb echt de tweede allemaal kut staan. Godverdomme. En wat is jouw favoriete, meest iconische Songfestival nummer ever? Ja, nou ja, er zijn er natuurlijk een hoop. Ja, wat dan? Nee, ik heb een nummer uit 2003. Toen waren we nog niet geboren. Toen was ik ook niet geboren. Nee. Dit is niet per se het allerbeste nummer die ik durfde uit. Maar dit is gewoon voor mij echt Eurovision. Oh. Het is van Sertab. Oh, dat ken ik nog. Kijk, dit is hem. Uit Turkije. Song number 4. Every way that I can, I'll give you all my love of that. Ja, moet jij toch bij presenteren houden? Wanneer wist je van welk moment, nu ben ik echt gay, want Eurovision... Dat ik echt zeg maar maanden uitkeek totdat het weer was. Ja. Oh, toen was ik echt 3, denk ik. Echt wel, en welk nummer was voor jou dat je echt dacht, dit is voor mij... Dana International. Dana International? Ja. Welk nummer is dat? Ken je Dana International niet? Nee. Ik heb haar nog live gezien in Sietjes. Oh, ze is van Israël hier. Ze is van Israël. 1998. Ja. Hoe keek ik het al? Het is echt zo, dat heb ik gewoon gezien. Hier is Dana International. Oh, ik vind haar helemaal enig. Ja, natuurlijk ken ik deze meid. En zo, er zijn
Viva la Viva, Viva Victoria, Afrodita. Oh, dat was enig. Ja. Ja, enig. Wanneer kwam voor jou het moment dat jij besefte dat je echt dacht van, nou, ik ben echt gay as fuck, want ik kijk gewoon heel erg uit naar het Eurovisie Songfestival. Nou, ik weet nog wel een keer dat ik echt heel jong was, op mijn zolderkamertje zat. Toen was er een man en die had zo'n lekker gescheurd shirtje en die was uit Griekenland. Dat is echt zo'n soort Adonis. En hij heet Sakis Roufas. Oeh, ja, Sakis Isouflaki. Ja. En het was in 2004. Kijk, daar gaat hij hoor. Oh, kom maar door, meisje. Let op, hè. Kijk hier. Oh, trucendoos. Kijk, hè. Ja, maar als het goed is, doet hij zelfs zijn shirtje ook uit ergens. Oh, hier, daar gaat hij. Ja, daar is hij. Oh, trek het uit. Oh, meisje. Kijk dan, dat is toch helemaal het. Ja. Oh, ik heb er nog één. Weet je wie die ook ooit heeft meegedaan voor Zwitserland? Celine de Jong. Hè? Celine de Jong heeft meegedaan voor het Eurovisie Songfestival voor Zwitserland. Is het de Celine de Jong? Ja, de Celine de Jong is het. Nou, je kent het nummer wel. Neperta. We. Samoa. Gaan we nu naar kijken? En we gaan hem nu naar kijken. The singer who was born in Canada is Celine Dion and her song is called Ne partez pas sans moi. Ik heb altijd, als ik Celine Dion hoor zingen, oh, als een hond in een kennel. Ja. Ah, ah. Ja, maar het is hartstikke goed. Ja, maar je kent het toch ook wel, of niet? Ja. Enig. Goed, ik was echt serieus nog niet geboren. Nee, nou, dat ik ook niet. Andere keren dat ik het zei was een grap, maar dit is echt serieus. Nou, ik heb toch iets grappigs laatst gezien een keer. Er was een keer een entry. Uit welk land was het? Oh, Macedonië. Worden daar niet al die gay pornofilms opgenomen? Nee, dat is de Czech Republic. Oh. Maar luister nou eens even voordat je door me heen lult. Ja. Dit is dus een entry uit Macedonië. Wat, een entry? Een entry. Oh, en toen, entry. Nou, ik heb de ballen uit mijn broek gelachen. Echt? Want die Lozano, die dat zingt, die heeft echt een... Lozano. Laat me nou eens uitpraten! Die heeft een prachtige stem. En op een gegeven moment komt er ineens een blob binnenkomen. Het is echt een rode blob, die komt binnenlopen. En, op die, oh. En die verpest dat hele nummer. Nee. Zet het aan. We gaan het aanzetten. Brenda Sera Zdenin. Hij zingt prachtig, ja, hij zingt maar best wel goed hoor. Op een gegeven moment komt die Esma Ursula. En dan gaat het helemaal mis. Ik weet het niet hoor. Ze trilt net zo. Oh man. Wow, die meid die trilt echt zo hard. Dat is toch heftig? Dat ja. Die man die zingt zo mooi. En ze heeft kracht dat hele nummer met die, met die, met die, met die met dat... jengel, met die jengelgalm. En ik heb nog eentje, die wil ik ook heel graag. Ja, het is goed schat, voordat we doorgaan naar onze, naar de vijf van de populairste van dit jaar. De zon. Waar is Willeke Alberti? Willeke Alberti. Oh. Waar is zon? Waar? Uit 1994, Willeke Alberti. Hoe oud was jij in 1994? Nog niet geboren. Ja. Al 3 keer doorgeslikt. Waar ging je naartoe? Ik heb nog geschreven. Maar nu ben ik zo. Ik zoek jouw gezicht. We gaan door naar het volgende deel. Dan ga ik even onze Manjuice laptop MacBook voorbij pakken. Ja. We gaan even kijken naar de top 5 op dit moment door de bookmakers. Van 2021? Ja, wie er bovenaan staat. Oké, we gaan naar de nummer 5. En dat is Italië met Zitti e Bubuani. Daar gaan we. Ik ken dit nummer ook niet. Draag je het niet? Verkoop het dan! Het is een beetje Berlijn meets... Ja. Ja, ik hou er wel van, dat vind ik leuk. Ik vind het tot nu toe niet heel erg Eurovisie. Nee. Eigenlijk, maar ik vind het wel leuk. Het is wel leuk. Ja, Park, ja, ik ben niet... Ik ben niet heel erg Eurovisie. Nee, ik ben niet...
Ja, ik snap wel dat zeg maar, mensen dit leuk vinden, maar ik vind dit niet. Dit is niet wat mij heel erg doet denken aan het Eurovisie Songfestival. Nee, ja, ik krijg er pijn van in mijn kop. Ik ook. Maar ik zet het meteen af. We gaan naar Barbara Pravi met Voila. Oh, Voila. Is heel mooi, hè? Ja. Ik val er een beetje stil van. Ik had het al gezien een keer, man. Ja, als je hier naar zo'n baguette, ik zie een croissant voor mijn neus. Een croissant, daar word je vet van. Je mag alleen baguette. Baguette, een pan. Een le pan. Le pan. La pan. Ik vind het echt heel goed. Het is echt heel goed gedaan. Het is echt fantastisch. En ze zingt het ook echt beeldschoon. En ze ziet er fantastisch uit. Oh, dat is mooi! Ja. Yeah. Nou, ik vind het prachtig. Ja, ik geef het heel veel punten. Ik denk, dit is tot nu toe is dit mijn favoriet. Ja? Ja, ik vind het tot nu toe ook. Maar zij zeggen dus dat dit, de bookmakers, tot nu toe zeggen dat dit op nummer 2 staat. 4. Oh, 4. 4, ja. Oh. We gaan naar nummer 3. Dat is Bulgaria. Growing up is getting old. Het doet me een beetje ergens aan denken aan een ander nummer. Lana Del Rey? Nee, dat vind ik te depressief. Billie Eilish? Ja, misschien heeft het daar wel wat van weg, ja. Ja, ik kan hier niet... Nee, ik vind het jammer. Ik vind het een heel mooi liedje, dat wel. Ja, leuk ook hoor. Serieus, maar niet voor het Songfestival. Oh, we gaan naar Malta. Destiny. Je me kassen. Malta is mijn favoriete Destiny. Babe, are you hurting? Oh, dat vind ik leuk. Oh, die bam! Oh. Kijk, dit is lekker. Dit is lekker vrolijk, je kan hier lekker op dansen, je kan lekker mee. Ook hou je van. Nou, en dan gaan we nu naar de nummer 1. De nummer 1 van de bookmakers. Dat is Zwitserland. Dus dit moet dus echt een knaller. Dit is een hit. Oh. Je denkt, iedereen is zo depressief door corona, dus ze kunnen geen upbeat nummers meer maken. Gewoon lekker een depressief nummer, want dan scoort dat gewoon dit jaar. Ik vind het wel een heel mooi nummer ook weer. Ja, ik vind het wel heel mooi hoor. Ik vind het ook heel mooi. En ik hoop dat hij dit live, als hij dit live heel goed kan. Ja, dan maakt hij een goede kans. Dat denk ik ook. Nou vriendin, nou. Ik wil even één ding tegen je zeggen, mijn doute point, go to you, to and you, and you, and you, and you, hey. Dat was hem dan, maar we kunnen deze matches natuurlijk niet afsluiten zonder dat we nog een leuk nieuwtje kunnen melden. Ja, vertel. Want er gaat dit jaar iets heel erg leuks gebeuren in Amsterdam tijdens het Eurovisie Songfestival. Ja. We zijn er wel weer een beetje vroeg bij met het bekendmaken, maar vorig jaar zou natuurlijk zeg maar... een heel groot feest eigenlijk plaatsvinden in de regio Dwarsstraat tijdens het Songfestival. Ja. En dat is natuurlijk niet doorgaan vanwege corona. Maar dit jaar gaat het wel door. En we weten nog niet precies in wat voor vorm. Mm-hmm. En we weten ook nog niet precies hoeveel mensen erbij aanwezig mogen zijn. En wat er allemaal precies gaat gebeuren. Maar dat er veel gaat gebeuren, dat is één ding wat zeker is. En sowieso dat iedereen thuis er live bij kan zijn. Dat is ook één ding wat zeker is. Spannend! En wij gaan met Meid het VIP-deck hosten in de regulier. Tijdens het Songfestival. Zo leuk. Dus wij zijn er gewoon bij, live vanuit de reguliers. En we gaan het meemaken en zien. Fantastisch. En binnenkort daar ook meer over. Vergeet ons vooral niet te volgen op onze persoonlijke Instagram pagina's. Die staan hier nu onderin in beeld. Ja, yes. En je kunt natuurlijk mij ook volgen op Instagram. Je kunt mij TV volgen op Instagram. Of volg ons even op YouTube via Meid. En dan zien we jullie weer volgende keer. Ja. Joejoe!